En eentje is wel van mij. Maar van Hans Bauma en Evelien Dessens, vriendschap is geluk hebben. Daar. Maar ik wil jullie ook virtueel een hele mooie bos bloemen aanbieden. En dat zijn die. Die krijgen jullie virtueel van mij. Hallo lieve 50-plussertjes. Ja, hier is de beheerster. Corina Luisterburg de Jong, zoals jullie allicht al wel weten. Ik heb een hele grote verrassing voor een aantal X-leden die ik allemaal ook zo meteen wel op ga noemen. Dus zet je schrap, hou je vast, want die mensen, die zitten allemaal in mijn hart. Van die mensen hou ik. Zo ontzettend veel. Waarom? Omdat ze heel veel voor mij betekenen. Omdat ze ook heel veel voor mij doen. Ze zijn lief voor me. Ze krijgen liefde dan terug. Ben je niet lief voor mij, krijg je ook geen liefde terug. Deze mensen die ik straks ga noemen, die zitten dus allemaal in mijn hart. Maar, ik zeg er één ding bij. Er zijn er nog zoveel meer, maar het wordt te veel om dat op te noemen en op te schrijven. En dat met atroos in mijn rechterduim. Maar aan die mensen ga ik ook zo meteen wat geven. En ik ga twee gedichten voordragen. Eentje uit een bundel die niet van mij is. Ja, hij is al van mij, dat boekje. Maar de gedichten zijn niet van mij. En eentje is wel van mij. Maar van Hans Bauma en Evelien Dessens. Vriendschap is geluk hebben. Daar zal ik een gedicht uit voordragen. En ik heb zelf ook even een vel uit mijn gedichtenbundel gepakt. Met ook een gedicht erin. Dus dat komt allemaal goed. Ik ga zo allemaal eerst de namen opnoemen. Houd je schrap, ook die namen worden getacht. Ja, die mensen worden getacht door mij. Ja, echt waar. Daar gaan we. Lieve Harma Wolting. Aartje Aantjes. Mirjam Eleveld, Sanderin Eck, Imelda van Nuffelen, Corrie van der Meijden, Wietske ter Harmsel. Als ik het goed uitspreek allemaal, want sommige achternamen, dat breek je tong over. Rita Steeman, Mia Koen, Inge van Boekholt. Petra Scholte Hartman. Petra Stetscher. Anneke Vermeer. Ria Talens. Jenneke Broekhuizen. Jannie Goudriaan. Helen McKin, als ik dat goed uitspreek. Marion Driehuis. Anita Breek, als ik dat goed uitspreek. En mijn stoel die gaat er vandoor. En dat heen met wieltjes. Anita Breek dus. Gaan we verder. Joke Eckelboom. Zwaantje Bos. Marleen Clemens. Jolanda Temming. Leni Speelziek. Gaan we verder met de heren. Koen Makelaar. Jan van Dam. Fred van der Kaap. Ed Pons. Frans Verstraten. Chris van der Weg. Ronnie King. David de Gooier. Christ Verschuren. Ik had trouwens nog wat dames. Ai, nou gaan we weer verder met de dames. Mary Hokke. Nicolette Scholtz. Rens Duizens, de heren dus weer. Peter Zeeland. Wim Speelziek.
Bert Westerduin, Adrie Luisterburg, bekende naam hè, is mijn zwager. Koen Makelaar is mijn broer. Gaan we even verder, Adrie Luisterburg dus. Roderick Staalman van de Werf, mijn schoonzoon. En dan kan ik zo nog wel door blijven gaan. En er zijn nog veel meer die in mijn hart zitten, ja. Maar als ik ze allemaal op moet gaan noemen, dan zit ik morgen hier nog. En dat is dus ook weer niet de bedoeling. Nee, echt niet de bedoeling. Dus ja, ik ga nou een mooi gedicht voordragen uit deze bundel. En dat heet Zomaar. Zomaar, niet gemaakt, maar gekregen. Niet ontdekt, maar onthuld. Zomaar op je weg gekomen. Zomaar met je meegelopen. Wonder boven wonder. Zomaar een vriend. Mooi hè? Ja, die stil van hè? Ja, was ik ook dat het mij voorgedragen werd. Nou heb ik nog een mooi gedicht. Dat heb ik wel zelf geschreven. Dat heet ook Vrienden. Vrienden zijn mensen waar je op kunt vertrouwen en waar je op kunt bouwen. Vrienden zijn mensen waar je wat aan hebt, die er zijn als je ze nodig hebt. In goede tijden en in slechte tijden staan ze altijd voor je klaar. Ja, heus, dat is waar. Dat pas kun je zeggen, dat zijn vrienden voor het leven. Die ook alles voor je geven. Want de vriendschap die wij van onze vrienden krijgen, zullen voor altijd in ons harten verblijven. Maar ik wil jullie ook virtueel een hele mooie bos bloemen aanbieden. En dat zijn die. Die krijgen jullie virtueel van mij. En ik hoop dat jullie nu blij zullen zijn. Ja, denk het wel. En ze ruiken ook nog heerlijk. Dus ik zeg alsjeblieft virtueel een bos bloemen van mij. Dat maakt jullie heel gelukkig en blij. Dus deze vlog komt zowel op YouTube te staan. Maar ook op Facebook, want ik zal hem ook delen met jullie. Ja, en dan komt hij gewoon ook in de groep. Dat lieve vrienden, geniet ervan. Ze waren ook nogal duur. Ik zeg de prijs niet, want het gaat jullie lekker niks aan. Want dan is de waars in de trap. Ja. Maar ik zou zeggen, koop zelf maar een bosje bloemen. Zoals dit. Dat schrik je eigen, ik weet niet wat. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. En tot op Facebook. Tot in de groep. Jullie zijn gewoon geweldig. Ik hou van jullie. Kom in mijn armen. Ja, kom erin. Lekker, gezellig. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, een dikke kus. En tot straks. Doei!